Leurussen. Kan die ook nog. Is ze gaan zwerven. Kom, kom! DO2! DO2! Zeefuik krijgt als aanwijzing dat die bal naar de tweede paal moet. En dit is dan de eerste kleine kans. Want het was een moeilijke hoek voor Dani de Wit. Goed hoorbaar waar hij de bal wilde hebben. En Zeefuik levert. Kadioglu. En dan uit de tweede lijn. Ja, toch wel wat verrassend geschoten. Heeft er in ieder geval grote problemen mee. Loent. Die uithaal van Ryan Gravenberg. Kadioglu. De Wit is alweer onderweg. Koopmeiners, sterk ingegrepen. Nu het vervolg. Kadioglu. 16 meter gebied in, Kadioglu. Koopmeiners weer. Druk wordt opgevoerd. Hier is Zeefuik. Koopmeiners laat lopen. Deelrossen. Het is bijna niet doorheen te voetballen daar. Als de ruimtes zo klein zijn, ze proberen het nu toch. En dat lukt ook. Dit is het beste moment van Jong Oranje. Deelrossen net naast. In een hele kleine ruimte. Een heel leek balletje van Koopmeiners. Prachtig neergelegd voor Deelrossen. Dat scheelt niet veel. Maar dit is heel veel finesse wat Koopmeiners in dit balcontact legt. Gravenberg. Koopmeiners, dat is een uitstekende bal en de lat. De kopbal van Boadou. Zo'n bal, zo voortreffelijk wordt ingespeeld door Koopmeiners. Het is bijna niet te verdedigen als hij goed valt. En dat valt hij in dit geval. Zo op het hoofd van Boadou. Voor zijn tegenstander, Ustigaard. Kiezelhard op de lat gekomen. Kadioglu. Ja, kan zo doorlopen, Kadioglu. Je hoort weer die luide stem van de doelman van Noorwegen die daar zijn verdedigers even uit begint te kaffen. Omdat Kadioglu hier ineens een pad vindt zonder obstakels. Hier zijn de Nooren met een beste kans en die wordt naastgeschoten. Dit is de grootste kans van de wedstrijd. Jens Petter Hauge. Zo hebben ze 50 minuten lang tegengehouden. Goed georganiseerd en ineens ontstaat daar wat ruimte. Het balletje is uitstekend en Hauge moet hier natuurlijk de 0-1 maken. Maar laat dat na. Fijn paasje van Strand Larsen. Gravenberg krult hem maar net naast. Schudt niet veel. Koopmeiners. Dat is een linkerbal van Koopmeiners. Die nu ook nog wordt uitgespeeld. En dit is geen buitenspel van Evjen. Evjen alleen af op Bijlo. Tweede grote kans. En dan wordt het slecht uitgespeeld zeg, door Noorwegen. Want hij lijkt op het laatste moment nog te kiezen voor een balletje breed. Nou, een collega in notabene buitenspelpositie. Dit is een risicovolle bal van Koopmeiners. Die probeert dat te herstellen, maar dan is hij gezien. FJN geen buitenspel. Hauge is mee. Hauge blijft wel op één lijn met de bal, maar het balletje van FJN is niet goed. Tweede keer dat Jong Oranje hier ontsnapt. Noah Lang voor Deelrossen. Ja, die had de basisplaats, de man van Hertha, in de plek van Lang. Dat zal een teleurstelling zijn geweest voor Noah Lang. Maar nu dus een half uur. Beetje een haat-liefdeverhouding met Jong Oranje en Noah Lang. Niet opgeroepen. Basis, nu bank. Gravenberg. Beweging bij Boadou. Goede bal van Gravenberg. Goede aanname ook. Dit is een aardige mogelijkheid. Aanname is echt perfect van Marlon Boadou. Schot was dat niet. Gakpo, De Wit, Dani De Wit met de voorzet. Nou, dit moet hem zijn en dat is hem ook nog. Prachtig binnengewerkt door Noah Lang. Toch
in de 82e minuut. Het doelpunt voor Jong Oranje, Noah Lang. Ze moesten er lang geduld voor hebben. Een inschattingsfout van verdediger. Weg is Jong Oranje. En vol overtuigend knalt Noah Lang de 1-0 binnen. Mooie bal ook van Dani de Wit. Perfect bediend. 1-0. Ja, zoals gezegd, een beetje een haat-liefdeverhouding met Jong Oranje. Het is zijn eerste goal. En zo lijkt de score als ze het over de streep weten te trekken. 100% te blijven voor Erwin van der Looy en zijn staf. Vetlessen. Koopmeijer is ietsje te frivol. Daar is de situatie nog niet naar. Is dit geen buitenspel? Nou, blijkbaar niet. Dan wordt het toch bijna 1-1 ook in die laatste minuten. Maar Jong Oranje houdt stand. Vraag niet hoe. Terwijl iedereen eigenlijk naar die assistentscheidsrechter keek. Met de vraag of het geen buitenspel was. Ingeleid door wat al te frivol uitverdedigen van Koopmeijers. Oh, dat is een klein mirakel dat die Nooren in de tweede helft geen goal gemaakt hebben. Ja, ongetwijfeld zal ergens in het achterhoofd hebben gezeten. In de aanloop naar deze wedstrijd dat die ploeg Jong Noorwegen in Noorwegen eigenlijk geen partij was. Misschien heb je dat dan toch ergens in je achterhoofd, dan zal het vandaag ook allemaal wel gaan. Hier is de tegenstoot van Jong Oranje, Boadu. Gakpo is ook aangesloten. Boadu kan het ook zelf doen en doet dat ook. Zo pakt hij nog een goal mee voor de 2-0. En is het daarmee echt beslist, maar makkelijk. Is het zeker niet gegaan allemaal vanavond. Zijn vierde in vijf interlands voor Jong Oranje, Myron Boadu. 2-0. Jong Noorwegen dringt aan. Hadden misschien ook wel een resultaat verdiend vanavond. Maar uiteindelijk geven ze dan ruimte weg. En met enig oponthoud weet Boadu die bal dan uiteindelijk binnen te werken.